Het regulateurshuisje aan de kolendrift is gekraakt. Vorige week dinsdag besloot Dani het pand te betrekken. Sinds het vertrek van Le Petit Theater stond het pand leeg. Volgens de nieuwe bewoner kan dat niet de bedoeling zijn. Ik heb eigenlijk dit pand gekraakt om deze culturele plek behouden te blijven. Ja, dat deze culturele plek behouden blijft. En dat wil ik dus ook gaan doen. Dit als sociaal-cultureel centrum inrichten. Ja, wat voor dingetjes wil je hier dan allemaal gaan doen? Ik zou graag filmvoorstellingen organiseren. Komende vrijdag komt er ook een volkskeuken koken. Waar mensen een maaltijd op donatie kunnen halen. Ik zou ook graag concerten organiseren. Voor lokale bandjes bijvoorbeeld. Dat zijn een aantal ideeën die ik heb. Maar ik sta ook open voor andere ideeën. De gemeente heeft het pand overgenomen van het Groningen Monumentenfonds dat eind dit jaar ophoudt met bestaan. Sommige politieke partijen willen dan ook snel actie om de kraker uit het pand te zetten. Want de politiek heeft ook al een beetje lucht gekregen dat jij hier zit. Sommige partijen zeggen al van nou, zo snel mogelijk eruit zetten. Hoe kijk je daarnaar? Ik had het gelezen inderdaad. Hoe kijk ik daarnaar? Ze mogen het proberen. En dat gaan ze ook doen. Morgen om 1 uur is er een hoorzitting in de rechtbank hier in Groningen. Daar gaat het OM pleiten voor strafrechtelijke ontruiming. En daar gaat de rechtercommissaris zich over buigen. Daar zal ik ook aanwezig zijn. De kraker geeft ook aan niet bang te zijn voor alles wat komen gaat. Hij noemt zichzelf anarchist en doet dit vanuit zijn ideologie. Ten eerste vind ik cultuur belangrijk. Cultuur en muziek vind ik belangrijk. Dat er plekken zijn waar mensen gewoon simpelweg bij elkaar kunnen komen. Zonder dat ze ook iets hoeven kopen of een drankje hoeven te bestellen. Dat deze toegankelijke vrijplaatsen bestaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Waar zoiets als een volkskeuken georganiseerd kan worden. Ook als je weinig geld hebt of geen geld, dat je daar kan komen voor evenementen. Ik denk dat die plekken er heel weinig zijn, veel te weinig. Dus dat is sowieso een van mijn redenen om dit te kraken. Ten tweede, het is hartstikke lastig om een huis te vinden in deze markt. Ik sta ook al jaren ingeschreven voor sociale huur, maar ik ben binnenkort nog niet aan de beurt. Dus ik heb ook gewoon een dak boven mijn hoofd nodig. En dat is ook waarom ik kraak. Als anarchist ben ik niet voor het privaat eigendom. Dat vind ik een heel vreemd concept. Vanuit die gedachte heb ik dit ook gekraakt, ja zeker.